kan mijn eigen verdriet kan ik kan ik parkeren. Ik kan mezelf troosten. Maar ik vind het heftig dat ik het verdriet van mijn kinderen niet kan wegnemen. Het verliezen van je partner, je grote liefde, is al zwaar genoeg. Maar wat nou als het op een jonge leeftijd gebeurt en je op een jonge leeftijd weduwe wordt? Ik ben onderweg naar Kouter Luza. Zij is op jonge leeftijd weduwe geworden en ze gaat me er meer over vertellen. Dus kom mee. Hey, kom Stellen, welkom. Dankjewel. Heel mooi, had niet gehoeven. Oh, wat een prachtig hoekje. Ja, dit is een schilderij die we hebben gekregen. Toen hebben we net overleed. En die hebben we meegenomen uit Marokko. Ja. Wat prachtig. Dus die heeft hier een mooi plekje gekregen. Nou, een prachtig plekje. Supermooi. Ja, hij heeft meerdere plekjes in het huis. Die, ja? Ja, die echt speciaal... prachtig. Voor hem, van hem zijn eigenlijk. Mooi. Nou, ik zie hier ook iets prachtigs. Dit is zijn voetbalschoen. En dit is het t-shirtje die van zijn laatste club eigenlijk. En dat is zijn tasbih die eigenlijk zijn laatste dagen veel gebruikte. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis, ja. Prachtig. Dus die hebben hier een heel mooi plekje gekregen. Wauw. Ja. Mooi hoor. Yes. Nou, Kouter, thanks dat ik hier mag zijn ten eerste. Ja, welkom. Super welkom. Lief. Heel leuk dat je er bent. En voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf even voorstellen? Kouter Luza, ik ben 33 jaar. Ik ben mama van Abrar van 7 en Ambar van 5. De meeste mensen kennen me van social media. Hey, ik zie dat jij van alles hebt voorbereid. Want wat gaan we maken? We gaan een rijk gevulde salade maken. Ik heb al voorwerk gedaan, maar we moeten nog wel wat dingen doen. Nou, top. Want dit gerecht heeft een speciale betekenis, volgens mij. Ja, klopt. Mijn man, Mohammed Al-Rahmo, die at dit graag. Ja. Nou, dan gaan we aan tafel even ook verder kletsen. Yes. Dit meenemen. Ziet er allemaal heerlijk uit. Aardappeltjes. Zo. Ik heb in ieder geval alles al gewassen. Begin je met de tomaatjes klein te maken? Ja, gewoon door de helft? Ja, dat is prima. Doe ik de komkommers. Ik vertelde net even van, ik heb mijn man verloren. Klopt. Hoe lang geleden is dat? 2 december. Het is nu anderhalf jaar. Ja, 5 maanden. Super pril. Ja. Kun je me, voordat we naar het verhaal gaan, hoe het is gebeurd en hoe je erin staat. Kun je me meenemen naar je leven voor, gewoon samen met hem en met je kindjes. Je leven voordat hij ziek werd. Nou, wij trouwden in 2013 en... Mohammed Larahmo woonde toen de tijd in Marokko vanwege zijn werk, want hij voetbalde. Ik ben toen verhuisd naar Marokko in 2013. We hebben hem eigenlijk allemaal achtergelaten om daar een toekomst op te bouwen. Voor de liefde. Ja, dat was het zeker. Dus het klonk alsof het allemaal helemaal goed ging. Alhamdulillah. Ja. En toen werd je man volgens mij ziek. Ja. Kun je mij meer vertellen over hoe het begon? Want hij was een gezonde voetballer, sterke man. Ja, wat waren de eerste signalen eigenlijk? Ja, de eerste signalen die kwamen in oktober, november, ergens zoiets. Dat was eigenlijk niet iets heel geks, was meer boeren. Ja, een beetje last van zijn maag. Oh ja. Dat eigenlijk, weet je, alsof er iets dwars zat. Maar dat was minimaal hoor. Dan heb ik het maagzuurachtig. Maagzuur inderdaad, boeren. En dat was dan heb ik het echt over 1 keer in de week of zo. Maar voor wat hij at, was het niet... hij dronk geen frisdrank. Zijn eten was altijd heel clean. Dat moest natuurlijk allemaal van de club. Ja, je hebt gewoon een schema waar je aan moet houden. Ja. En hij hield zich daar echt strikt aan. Het was eigenlijk een hele onschuldige maagzuur. Maar achteraf... denk ik van, had we het niet eerder kunnen weten. Ja, en hij was natuurlijk anderhalf jaar voordat hij ziek werd, zeg ik het goed, anderhalf jaar, een jaar, had hij een nieuwe club gekregen. Dus dan ga je onder een hele grote medische check. Ja. En dat was allemaal goed.
Het was helemaal nooit, niks. Nee. Echt nooit. Dus dat was wel, dat gebeurde ergens oktober, november. En dat werd, wat ik zeg, dat werd steeds heftiger en heftiger. Die maagzuur werd erger. Ja, en daar kwam op een gegeven moment braken bij. Overgeving. Ja, maar dat was echt, denk ik, in februari. Ja, dus een paar maandjes later. Ja, en toen heeft hij dus een maagonderzoek gehad. Mm-hmm. In Turkije? In Turkije, ja. En op een gegeven moment ging mijn telefoon. Waar was je toen? Ik stond in een patisserie, want ik ging ontbijtje halen om bij mijn tante te ontbijten. Mm. Ik was gewoon lekkere dingetjes aan het bestellen. Mijn telefoon die ging over en ik nam op. En toen zei Mohammed van, waar ben je? Dus ik zeg, ik sta bij Agenif. Toen zei hij van, loop maar even naar de auto. Dus ik liep naar de auto. Mm-hmm. En toen zei hij, zet je camera maar even aan. Toen zei hij, ik kom net van het gesprek. Toen zei ik, oh, oké. Wat dan, weet je? Wat is er? En toen zei hij, ze zeggen dat ik kanker heb. En dat is, blokkeerde. Op dat moment? Ja. Ach, nee. Nee. Wat daarna is geweest, weet ik niet meer. Dus de rest van het gesprek kan je gewoon helemaal niet herinneren? Nee. Hoe we samen het gesprek hebben afgesloten, hoe ik mijn familie heb te woord gestaan, hoe ik daar ben gearriveerd, hoe ik de wegen heb genomen, super gevaarlijk eigenlijk, hè. Ik weet het gewoon niet meer. Tot de dag van vandaag weet ik het gewoon niet meer. En dit is nu 3 jaar geleden. Ja. Heftig. Dit is 2 maart. Dus 3 jaar, ja. 3 jaar geleden heb je deze woorden gehoord. Ja. Uit zijn mond. Ja. Hij werd gelijk de volgende dag werd hij verwacht in Istanbul. In het ziekenhuis voor onderzoek. Dat vertelde hij. Ja, volgende dag 10 uur. Ik heb mijn ouders als eerste gebeld. Dan heb ik een hele lieve vriendin gebeld. Zij is van Turkse komaf. Ze had zoiets van, Kouter, ik kom naar Turkije. Ik ga jullie bijstaan. Maar ik zat zelf in Tetuan. Ja, jij was nog in Marokko. Ik was in Marokko. Ik zat in Tetuan. Ik ga geen vlucht van Tetuan. Ik moest naar Casablanca om daar over te stappen naar Istanbul. Of door te reizen naar Istanbul. Maar ik had ook een tijd waar ik me aan moest houden. Ja. Dus ik moest zo snel handelen. Ik had mijn kleren net uitgepakt. Ik moest ze weer inpakken. Ik moest tickets boeken. Maar ik was ondertussen ook Mohammed aan het geruststellen. Je bleef wel contact te hebben in die uren. Ja, we bleven zeker. Ja. Toen ben je dus naar Turkije, Turkije gegaan? Ja, en dan stonden we daar, of tenminste Elif die was al eerder gearriveerd en ik kwam aan. Dus Elif die ving mij op. Toen heb ik mijn emoties laten gaan. Dus op het moment dat jij je vriendin zag? Ja, toen kwam het verdriet. Het besef kwam toen ik Elif zag en dat ik dacht, zij is hier om een reden. Juist. Zij staat hier omdat ze mij wil bijstaan en Mohammed Larhmo. Dus dit is echt. Ja. Dit is geen droom. Dit is niet nachtmerrie. Dit is niet. Het is geen boek wat ik lees. Nee. Of, snap je? Dit is echt. Daarna kom je in een medische molen. Heftige medische molen. Hij heeft er toen voor gekozen om zijn behandeling in Istanbul, Turkije te doen. Dat werd ook allemaal zo geregeld via de club, want hij stond nog onder contract. Wat dus eigenlijk inhoudt dat de club verantwoordelijk voor je is. Dat was ook zo. Maar de club heeft zich niet eerlijk uitgesproken over de ernst van de situatie. Hij had een tumor van 13 centimeter. Dat verklaarde natuurlijk maagzuur en alles. Maar ze hebben verzwegen eigenlijk, achtergehouden. Dat het was uitgezaaid naar zijn buikvlies, naar lymfeklieren.
En dat het eigenlijk niet te redden was. Dus ze hebben ons eigenlijk in die waan gelaten van, jullie gaan een paar chemo's doen. Het is behandelbaar. Het is behandelbaar. We gaan een paar chemo's doen. En dan komt het goed. Ja. Dat was heel fijn om dat te horen. Want het is behandelbaar. We hadden echt zoiets van, nou ja. Weet je, ja. Wij kunnen dit. Wij gaan hier tegenaan. Dit gaat ons lukken. Maar we hadden afgesproken 6, of tenminste, zij hadden ons verteld 6 chemo's. En op een gegeven moment kregen we een 7e, een 8e. Toen was het, dit klopt niet. Weet je, waarom? Waarom? En toen heeft de arts eerlijk toegegeven van, nee, ik moet jullie wel meer vertellen, ja. Omdat we hadden gedreigd, we gaan een second opinion. Niet vanuit de club, vanuit onszelf. Gaan we een second opinion aanvragen. Toen moest hij zelf vertellen. Toen moest hij wel. En wat vertelde hij toen? Ik kan dit nooit vertellen zonder het droog te maken. Nee, dat hoeft ook echt niet. Toen vertelde hij, ik ben zelf naar de kamer toe gelopen met Elif aan de telefoon. En Elif die sprak en die zei, ik wil dat je eerlijk bent. Ik wil dat je gaat zeggen wat er is. Zij wist het niet. Ze had al wel vermoedens en ze had wat gehoord op de gang. Oh ja. Op de gang had ze wat gehoord. Toen heeft ze gezegd, ik wil dat jullie eerlijk zijn. Ik wil dat jullie gaan vertellen wat er aan de hand is. Deze man heeft verantwoordelijkheid. Hij heeft 2 kinderen, vrouw, gezin. Dan moet weten waar ze aan toe zijn. Zijn vrouw, ze hebben hun kinderen in Nederland. Zij zitten hier in Turkije. Ja. Wees eerlijk. Het ging in Turks. Ik kan geen Turks. Toen nog niet. Nee. Maar ik hoorde wel Elif snikken. Ik hoorde Elif snikken. En op dat moment gaf hij mij de telefoon. En ook weer daar zie je weer dat iemand je wat wil vertellen. Maar je ziet gewoon dat ze iets weet wat pijn doet. Wat mij kan kwetsen. Toen zei ik, zeg het maar, weet je, zeg het maar, wat is er? Vertel het me maar gewoon. En zij zei alleen, ik kan het niet zeggen. Is het te zwaar voor haar? Ja. Ik kan het niet zeggen, K. Ik kan het niet zeggen, K. Ik zeg, zeg het maar. Zeg het maar, weet je, roep maar. En toen zei zij, hij heeft nog maar 6 maanden te leven. Op dat moment flitst je hele leven voorbij, je kinderen. Onbegrip. Ja. Ik heb toen alleen maar geroepen. Kan niet. Nee. Ik wil niet. Je gelooft het niet, want dit kan niet. Het is mijn groot liefde waar je het over hebt. Ik had alleen maar zoiets van, thanks. Ik had alleen maar zoiets van, niet hij. Ja, hij niet. Hij niet. Niet, nee. Weet je, ik heb ook geroepen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Hoe moet ik verder? Weet je, dat waren dingen die ik op dat moment heb geroepen. Maar je kan niks. Je kan niks. Je bent verplicht om het te accepteren. Dat doet pijn. Dus als je hoort dat iemand een indicatie krijgt van leven. Verschrikkelijk. Dan moet je het nog gaan vertellen. Ja, en dat doet nog veel pijner. Dat doet zo'n zeer. Hoe heb je het hem verteld? Niet. Ik heb het niet gezegd. Je hebt het niet verteld over de indicatie? Nee. Nee. Ik ben teruggelopen, want hij was op dat moment, kreeg hij een chemo. Ik ben teruggelopen naar zijn chemokamer. Je ziet aan iemand dat hij heeft gehuild, dus mijn ogen die waren echt gewoon on fire eigenlijk. En hij zag het. Hij zag het gelijk. Hij zei, wat is er? Maar hij wist dat ik naar de arts ging. Ik had mijn traan natuurlijk wel gedroogd. En
Ja. Een masker opgezet, dacht ik. Ja. Ik had een masker opgezet van... Er is niks aan de hand. Nee. Maar hij zag het, dus ik moest wel iets zeggen. Dus we hadden zes chemo's te horen gekregen. Ik zeg, maar ja, ik zeg, nu zijn we al 7, 8. Ik zeg, maar we moeten gewoon verder even met de chemo's. Ik zeg, chemo's slaan wel aan, maar we hebben gewoon wat meer nodig. Dus je hebt toen eigenlijk bewust voor gekozen om niet de informatie te vertellen, ja, die jij net had gehoord, zeg maar. Ja, ja, ja. Toen heb ik het impulsief gedaan eigenlijk. Ja, precies. Ik heb eigenlijk gezegd, nee, wacht, laat me eerst even dit zelf, weet je wel. Even, ja. En daarna heb ik er heel lang over nagedacht, van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Toen heb ik gezegd, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet vertellen. In plaats van dat ik het ga vertellen, ben ik op zoek gegaan naar alternatieven. Ja. Ik dacht, daar heeft hij meer aan. Tot oktober ongeveer ging het goed. En toen ging het snel. Want wat gebeurde er toen? Hij kreeg nog steeds chemo's. Want oh ja. Vanaf maart zijn we niet gestopt met chemo's. Dus hij bleef elke 10 dagen chemo's krijgen. En de arts riep mij. En toen zei ze, kan je even meelopen? Ik ben meegelopen. En toen vertelde ze... Het is niet goed. Zijn kanker is verder gaan uitzaaien. Naar zijn ruggenwervel, zijn longen. En ze had wat stippen, vlekken gezien op zijn lever. Die indicatie die werd 2 maanden. Toen... Weer klop. Ja, dat was de arts die ons juist moed toesprak. Ja. Ik had gezegd dat de eerste arts, die had het verkeerd voor mijn gevoel. Maar dit was de tweede arts die zei van de operatie. En ja. Dan, die vertelt ons hetzelfde verhaal. En toen geloofde je het... Ja. Geloofde het meteen? Had je meteen van... Ja. Het is echt 2 maanden waar. Ja. Mijn geloof zegt dat gaat er niet in de handen van een arts ligt. Nee. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Maar ik zag wel een man die heel ziek was en nog zieker werd. Hij kon op een gegeven moment niet meer lopen. Hij kon niet zelfstandig naar de wc. En je moet het weer... Vertellen. Weer vertellen. Ik heb dat bewust niet gedaan, omdat ik niet wilde dat zijn hoop zou afnemen. Maar ook zijn kracht. Want dat had hij. Hij had echt kracht. Hij had echt... hij wilde leven. En hij zag natuurlijk zelf ook dat het gewoon niet goed ging. Ja. Had hij wel zich erover uitgesproken? Van, hey, Kouter, ik denk dat ik doodga? Of had hij dat niet? Nee, hij had nooit echt gezegd van... hij zei wel van... als ik de wereld verlaat, dan heb ik dit en dit. Gewoon wat persoonlijke dingen. Zeker dat hij het diep van binnen wist? Jawel. Ja. Hij zag ook dat hij niet meer zonder zuurstofkapje kon. Hij zag dat. En als, laat heel eerlijk zijn, als jij ziet dat het zo slecht met je gaat en je vrouw die roept de hele familie bij elkaar, dan weet je wel dat het... Kwam het eigenlijk op het moment van, oké, de familie moet afscheid nemen van hem? Ja, op een gegeven moment ging het zo slecht dat ik de familie bij elkaar heb gebeld. En ook je kinderen? Ja. Ja. Was dat toen de laatste keer dat ze hem had gezien, hebben gezien? Ze zijn 1,5 week voordat ik kwam te overlijden naar Turkije gekomen. Ik word heel erg emotioneel als ik mijn kinderen heb. Dus dat... Je ziet het ook echt nog voor je. Het is niet alleen dat ik het voor me zie. Ik kan mijn eigen verdriet, kan ik... kan ik parkeren. Ik kan mezelf troosten. Maar ik vind het heftig dat ik het verdriet van mijn kinderen niet kan wegnemen. Je bent zelf moeder. Jij weet... Voor je kinderen doe je alles.
En wilt je kind een, ik noem maar wat, een nieuwe telefoon, een studie, een... Alles kun je regelen. Het is haalbaar. Het is haalbaar. Al moet je op brood en water leven, voor je kinderen doe je dat. Maar op het moment dat je dochter tegen jou zegt, maar komt papa niet meer terug? Kun je het realiseren? Ik kan haar papa niet teruggeven. En daar heb ik heel veel moeite mee. Dat is nog niet eens mijn eigen verdriet. Ik ben volwassen, ik ben moslim, alhamdulillah. Ik snap dat. Kinderen snappen dat niet. Kinderen snappen het niet. En dat is iets wat me ontzettend pijn doet. En we zijn de laatste paar dagen gewoon heel veel samen geweest. En dan gaat het heel snel. 2 weken daarna... Anderhalf. Anderhalf week daarna is hij overleden. Lerahmo. Ja. Lerahmo. Laten we even deze raden afmaken. Ja, ik denk dat. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe daarna is gegaan. Het trouwproces. Ja. Ja? Gaat het? Gaan we, jawel. Ja. Ik heb afgesproken met Fatima. Zij is psychotherapeut en weet heel veel over rouw en verliesverwerking. Ik ga het vandaag met haar hebben over de verschillende fasen van rouw en hoe je om kunt gaan met kinderen die een ouder zijn verloren. Fatima, misschien een hele grote vraag meteen hoor, maar hoe ga je nou om met verlies? Ja, een hele grote vraag. Inderdaad. Nou kijk, allereerst hebben we het over verlies verwerken of rouwverwerking. En ik denk dat we eerst moeten gaan stilstaan bij wat is verwerken dan. Wat betekent het woord verwerken? Mm-hmm. Het is een actief woord. Hè? Je doorloopt fases, je doorloopt iets waarbij je uiteindelijk aankomt op een eindbestemming. Ja. En de vraag is, moeten wij verlies of rouwverwerking zodanig noemen? Hè, maar wat ik vaak wil, mensen bewust van wil maken, is dat je eigenlijk verlies... dat je daar eigenlijk nooit klaar mee bent. Oh. En dat het een onderdeel is van je identiteit. En dat je het altijd meeneemt. Je vergeet het niet opeens. Of je verwerkt niet en dan is het klaar. En ik kan verder met mijn leven. Het is als een schaduw, zeg ik vaak. Hè? Ja. Het is altijd aanwezig. Een rouw is het doorgaan van intens verdriet. En hoe je dit doet, hè, dat proces en hoe je dat proces doorloopt, zorgt ervoor of je het als kracht kan gebruiken of als een last wordt in je leven. Ja, maar je zegt dus wel dat proces is voor iedereen volstrekt anders. Volstrekt anders. En dus dat, zo moeten wij daar ook als hulpverleners of dierbaren die je kent die verlies hebben ervaren, zo moet je daarmee omgaan. Ja, en als we nog heel even teruggaan naar die verschillende fasen die je dan moet doorlopen, wat zijn de verschillende fasen van rouw? Dat betekent dat je eerst de werkelijkheid onder ogen ziet. Ja. Iemand is er daadwerkelijk niet meer en dat duurt op een gegeven moment voor iedereen. Neemt daar zijn eigen tijd voor. Het is uniek, dat proces. Daarna komt het ervaren van pijn en verdriet. Daarna komt het de fase van eigenlijk aanpassen. Mm. Want iemand is wel weg en jij moet wel doorgaan met je leven. Ik kan ook niet stoppen en zeggen ik ben er klaar mee. En stel dat je een dierbare verliest, hè? Is het anders wanneer je jong bent dan wanneer je ouder bent? Jazeker. Dus een mooie metafoor daarvoor, wat ik vaak gebruik, is dat rouwen, het doorgaan van intens verdriet, voor volwassenen lijkt alsof je door een moeras waadt. Het lijkt oneindig en zo zwaar. Maar voor een kind is dat alsof je in een regenplas springt. Hè, dus ze gaan er in en eruit. Ja. Eén moment is het kind intens verdrietig. Agressief, boos. En van het een of andere moment gaan ze spelen en doen alsof er niks aan de hand is. Nee. Hè? En kinderen rouwen in stukjes. Zij kunnen dat intense verdriet en pijn niet aan. En daarom zijn wij er als ouders om hen daarin te begeleiden. Ja. Maar om je kind te kunnen begeleiden, zal je als ouder zelf moeten stilstaan bij je eigen verlieservaring. En hoe ga je dat proces en hoe doorloop je dat proces op een gezonde manier. En hoe ga je dan om met een kind dat bijvoorbeeld vastloopt? Ik ben zelf, toen ik 11 jaar oud was, mijn moeder verloren en ik ging helemaal op slot, want precies wat je zegt, het is te heftig om in één keer binnen te kunnen laten. Dus ik was gewoon in shock. Dus hoe ga je om met een kind dat vastloopt op zo'n moment? Nou, vastlopen in het doorgaan van dit proces
betekent dat er ergens niet genoeg houvast is geweest voor jou als kind. Mm-hmm. He, want het allerbelangrijkste is dat je als kind eigenlijk de werkelijkheid en de realiteit accepteert. Onder ogen ziet van wat er is gebeurd. Ja. En dat kan niet als je als kind niet wordt meegenomen in de werkelijkheid. En dan doen we, wat ik net vertelde, hè? We beschermen onze kinderen, dus we vertellen niet alles. Maar daarmee doen we ze wel tekort, want een gave van een kind is alles op zichzelf betrekken. Hè, dus ik ben misschien schuldig. Ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen, waardoor mijn vader of moeder, broer of zus is overleden. En hoe kun je nou iemand steunen die een dierbare heeft verloren? Hoe kan je dat op een goede manier doen? Wat ik heel erg heb gemerkt in mijn eigen leven is dat mensen soms gewoon totaal niet weten wat ze moeten zeggen of hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, en het gevaar is dus als je niet weet hoe je ermee moet omgaan als volwassene, dan ga je dus niks doen. En dan ga je heel raar en awkward in de situatie hele gekke dingen zeggen. Of helemaal niks. Of helemaal niks. Ja. Je kan ook helemaal niks zeggen. Of zeggen, nou maar het komt goed, je gaat het wel vergeten of de pijn wordt minder. Of, ja. Terwijl iemand die net een dierbare heeft verloren, heeft gewoon nodig dat je er bent. Want hoe kan je iemand helpen? Er zijn. Zonder advies. Je kan geen advies geven. Dat kan gewoon niet. Het is heel belangrijk om erkenning te geven aan het verdriet. Het mag er zijn. En dat je doorloopt en voelt. En het is een actief en heel bewust proces. Ja. Je kan het je niet permitteren om het weg te stoppen. Het komt je altijd achterna. En je zegt eigenlijk, alles wat je voelt mag er zijn. Mag er zijn. Mooi. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan. Moet u de olijfjes in? Vind je dat lekker? Granaatappel? Ja. Granaatappel, die moest er altijd in. Toen Mohammed Lairahmo zijn chemo's kreeg, toen mocht dat absoluut niet. Van de arts? Ja. Was het die verliesvrij? Ja, ik vond het echt heel lekker. Ja. Het is ook een super lekkere vrucht. Nou, laten we hem even proeven. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Bismillah. Echt lekker. Het is een hele simpele salade eigenlijk hoor. Maar super lekker. Want we hadden net over toen het moment kwam eigenlijk. Ja. Toen begint ineens natuurlijk een nieuw leven voor jou en je kinderen. Ja, dan ben je officieel weduwe. Op zo'n leeftijd. Want hoe oud ben je? 33. Dus je was dan 31. Hoe ging dat? Ik ga er niet omheen draaien, zeg je. Ja, het is heel zwaar. Ik kan het wel verbloemen, maar dat is het niet. Nee. Het is gewoon heel zwaar. Het is gewoon heel pittig. Voornamelijk als je kinderen hebt. Op welk moment voel je dat extra? Van hij is er echt niet meer of ik ben echt weduwe of kinderen hebben geen vader meer? Bij elke handeling. Daar zijn geen speciale momenten voor. Natuurlijk zijn er wel momenten die heftiger zijn. Maar elke stap die je zet. Het überhaupt leven. Ja, wat als hij er was geweest. Wat hij, weet je, je kinderen. Kijk, mijn kinderen zijn pas 5 en 7. Dus zij maken heel veel ontwikkelingen mee. Ja. En bij elke ding denk je, oh, wat zou papa hiervan hebben gezegd? Weet je, wat zou papa trots op jou zijn? Wat, snap je? Ja. En dat is gewoon heel zwaar. Dat is echt heel zwaar. Dat. Je ziet het niet heel vaak. Nee. Op je zo'n jonge leeftijd weduwe bent. Nee. Dus er zijn niet heel veel verhalen van je denkt van, oh ja, zij heeft dat toen zo gedaan. Ja. Dat, snap je? Maar. Ja. Die heb je niet. En dat is lastig. Want ik ervaar alles. Ik moet alles eigenlijk een beetje zelf uitvogelen. Ja. Voel je je ook alleen hierin? Ja. Ja. Ja, ik heb een prachtige vriendenkring. Ik heb een hele sterke, liefdevolle familie, maar dit doe je alleen. Ja. Mijn moeder kan niet, misschien naar zoveel, ze zegt zo vaak, weet je, en ze doet het ook, mijn moeder doet zoveel, mijn ouders doen zoveel, maar toch doe je het alleen. Toch. En jullie gaan er echt doorheen. Ja. Inderdaad, wat je laat zien op Instagram, als ik even, weet je, ik volg je natuurlijk ook. Ik zie dat je heel veel om de kinderen bezig bent en probeert eigenlijk alles eraan doet om hun blij te maken. Ja. Krijg je er wel eens opmerkingen over? Dat als je iets leuks doet, dat mensen denken van
Hoe kan je zoiets leuks gaan doen? Je man is net overleden. Ja. Ik ben er wel een paar keer van geschrokken, ja. Dat mensen een bepaalde verwachting van je hebben, waar jij niet aan voldoet. En dat ze dat raar vinden. Maar ik heb het ook van mensen gewoon van dichtbij gehoord. Dat die echt zoiets hadden van, zo, je hebt snel de draad weer opgepakt. Oh, wat ik echt heel erg vind, zeg je, wat ik echt heel erg vind, als weduwe, is dat als ik ergens kom, waar ik dus gewoon bekende ken, als ze mijn kinderen zien, dat ze zeggen, zeker. Of mij zien, ja. Skina. Dat is iets. Ja. Als je dat tegen mij zegt. Of vind je dat heel erg? Ja, dat vind ik heel erg. Ja. En waarom? Ja. Ik vind het heel erg als dat naar ons toe gebeurt. Dat zijn we niet. Wij zijn niet zielig. Echt niet. Wij zijn supersterk en mijn dochters ook. En we hebben iets wat we graag anders hadden willen hebben. Maar wij zijn niet zielig. Wij zijn echt niet zielig. En dat, soms is het echt heel heftig. Vooral voor mijn kinderen. Die willen ook niet zielig. Nee, ik wil niet zielig. Ik ben niet zielig. Ik ben niet zielig. Ik heb mijn gezondheid. Ik heb familie. Ik heb mijn kinderen. Ik ben niet zielig. Dat ben ik echt niet. Ik heb iets naars meegemaakt. Maar ik ben daar dankbaar voor. Zo, je bent echt zo inspirerend en krachtig. Niet normaal. Ja, maar het is... Wauw. Ik had dus veel langer willen doorpraten hierover. Maar ja, helaas. Ja, ik wil echt heel erg bedanken. Ja, jij je bedankt openheid, voor je kwetsbaarheid, alles. We gaan wel even een switch maken van gezond naar ongezond. Oh ja? Maar ik heb nog wat lekkers voor jou en je team. Oh, lekker. Ik ben benieuwd. Nou, Zekia, we gaan wel van echt Mohammed naar echt koud. Oh, dit is echt jouw lievelings eten. Het ziet er echt goed uit. Lekker. Nou, ik vond het echt een super bijzonder, open, powerful gesprek. Dankjewel nogmaals. Jij bedankt. En voor jullie thuis. Ik denk dat jullie ook sprakeloos zijn. Laat vooral gewoon lieve woorden voor dochtertjes achter. Tot de volgende keer. En vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ga taart eten. Geniet ervan. Thank you.